Ingaande vandaag wordt er geen verkeer tussen 12 uur 's avonds tot 6 uur in de ochtend vanuit Nikeri naar Paramaribo en vice versa toegelaten. Dit maakt Jerry Sleengaard, coördinator van NCCR en het managementteam, gisteren bekend op de dagelijkse persconferentie van de overheid. Hij haalde aan dat er zowel in het westen als in het oosten gesprekken worden gevoerd met belanghebbenden om de illegale doorgangsluiken naar Suriname af te sluiten. Daarnaast is er ook gewerkt aan maatregelen om de personenstroom vanuit het zuiden te controleren, zegt Sleengaard. En natuurlijk zijn er daarop wat uitzonderingen en die uitzonderingen die hebben te maken met verkeer van met noodverkeer. Dat ze dus als er ambulances et cetera moeten gaan, maar tegelijkertijd ook patrouilles van de politie, militairen et cetera. Die zullen natuurlijk normaal hun werkzaamheden uitvoeren. In het zuiden worden er ook posten ingericht op dit moment. En dat is ook om de flow vanuit het zuiden richting Paramaribo, om die flow ook te kunnen controleren. U zult begrijpen dat in het binnenland er vele plaatsen zijn waarop de mensen dus richting Paramaribo kunnen komen. En we willen dus daar ook een controlemoment op hebben. En dus die controleplaats, die zal dus worden ingesteld. Ik geloof dat terwijl we nu bezig zijn te praten, dat gaande is, omdat dus dat is afgestemd vanmorgen. Sleengaard gaf verder aan dat een aantal quarantaineruimtes zijn geïdentificeerd. Hij zegt dat 120 quarantaineruimtes worden geïnspecteerd door het ministerie van Volksgezondheid en het NCCR. Wanneer Volksgezondheid heeft aangegeven dat zo'n ruimte gebruikt kan worden als quarantaineruimte, dan zullen wij dat natuurlijk op de lijst plaatsen als te zijn een van de goedgekeurde faciliteiten die er ter beschikking zijn. Dit is van belang omdat wij dus nu kijken naar een repatriatiemogelijkheid vanuit, trouwens alle plaatsen zijn nu high risk zoals het wordt genoemd. Dus dat betekent dat in principe iedereen die het land zal binnenkomen in quarantaine geplaatst zal worden. En we denken op dit moment dus dat iedereen in overheidsquarantaine zal worden geplaatst. En de repatriatie onder andere zal de besluitvorming met betrekking tot hoeveel mensen zullen worden toegelaten, zal afhangen van het aantal ter beschikking zijnde goedgekeurde quarantaineplaatsen. Jerry Sleengaard, coördinator van het NCCR en COVID-19 Management Team. Hij sprak gisteren op de dagelijkse persconferentie van de overheid rond het COVID-19 virus. Vanaf heden wordt er tussen 12 uur 's nachts tot 6 uur 's ochtends geen verkeer vanuit Nikeri naar Paramaribo en vice versa toegelaten.